Zoals je weet verkoopt Digimakelaars huizen in heel Nederland. We heten dan ook Digimakelaars, de makelaar van Nederland. In deze video gaan we je meenemen naar Veghel, de hoofdplaats van de gemeente Meijerijstad. Twee van onze makelaars hebben jarenlang in Veghel gewoond en we hebben in Veghel en omstreken een groot netwerk. Onder in de toelichting hebben we links gezet naar een paar interessante plekken. Evenals de link naar een woonwensformulier waarmee we je gratis op de hoogte houden van alle nieuwe woningaanbod in Veghel. Veghel is een stad in de provincie Noord-Brabant die ongeveer 20 minuten van Eindhoven en 's-Hertogenbosch af ligt en een klein half uurtje van Nijmegen. Vanuit Veghel ben je zo op de A50 of rijd je langs de Zuid-Willemsvaart snel naar Den Bosch en de A2. Veghel heeft veel mooie en verschillende wijken die nog steeds blijven ontwikkelen. Iedere wijk heeft wel weer iets anders. Neem een kijkje mee in de wijken en misschien kom jij wel een wijk tegen waar je je thuis zou kunnen voelen. We beginnen met de Bunders. Dat is een wijk waar veel scholen staan en die een eigen wijkwinkelcentrum heeft. In de wijk vind je veel slootjes en waterpartijen en je ziet er allerlei verschillende woningtypen. Twee kappers, vrijstaande woningen, woningen in een rijtje. Het zijn voornamelijk eigen woningen, maar natuurlijk zijn er ook huurwoningen. De straten in de Bunders zijn niet te breed en daardoor rijdt het verkeer ook niet al te hard. In Veghel heb je ook nog wat oudere en wat nieuwere woonwijken. Oude villaparken en nieuwe villaparken. Hier zitten we aan de rand van de Beukelaar. Daar staat oud en nieuwbouw door elkaar. De Beukelaar ligt aan de rand van de Bunders waar in de 80e jaren veel nieuwe woningen zijn gebouwd. Verder heb je in Veghel nog een uitbreidingswijk, het Ven. Deze grote uitbreiding is onderverdeeld in 10 verschillende wijken en wijkjes die allemaal een eigen identiteit hebben. Ook hier is veel water gebruikt zoals je kan zien. Er zijn leuke bruggetjes en er is een grote diversiteit aan woningen. Zo zie je hier ook weer twee kappers, hoekwoningen, vrijstaande woningen, appartementen, van alles en nog wat. En dat maakt de wijk speels en best aantrekkelijk voor bewoners. In Veghel heb je verder nog de wijk De Schijfelaar. Een deel van deze villawijk is wat ouder en er is de laatste decennia ook flink uitgebreid. In deze wijk heb je voornamelijk vrijstaande woningen met grote stukken grond. Verder zit er ook nog genoeg groen om deze wijk heen, waar je een lekker blokje om kan. Er zijn scholen in de buurt en voor een boodschap ben je ook snel hier bij het wijkwinkelcentrum. Een van de nieuwste wijken in aanbouw in Veghel is de wijk Veghels Buiten. Hier wordt nog steeds hard gewerkt aan het realiseren van nieuwe woningen. Vaak worden de huizen gebouwd op de manier van kleinere buurtschappen. Hierdoor zitten sommige huizen dus bij elkaar en dan zit er tussen de huizen een soort van pleintje. En dit zijn huur- en koopwoningen. De bouw van die woningen is bijzonder als we kijken naar het groen eromheen. En dat komt omdat ze het bestaande landschap zoveel mogelijk intact proberen te houden. Veghel heeft dus veel verschillende en leuke woonwijken die allemaal weer iets karakteristieks hebben. Maar wat maakt het nou zo leuk om in Veghel te wonen? Daar ga ik je nu meer over vertellen. Blijf erbij en kijk mee. Veghel heeft geen treinen helaas, maar ze hebben wel een geweldig busstation. En via het busstation kom je naar Eindhoven, Den Bosch, Os en Uden. De buurtbussen houden contacten met de kernen van Veghel. De gemeente Meijerijstad bestaat sinds 2017. Daarvoor was Veghel samen met de al eerder samengevoegde gemeente Erp een autonome gemeente. De gemeente Meijerijstad is een samengaan van Veghel met de gemeente Schijndel en Sint-Oederode. Veghel zelf telt in 2021 32.585 inwoners. Dat is een klein deel van de hele gemeente. Die telt namelijk 82.000 inwoners. Wil je de namen van de plaatsen uit de gemeente? Dat kan hoor. Veghel, Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Holland, Schijndel, Sint-Oederode, Weibos en Zijtert. Sommige mensen zeggen Zijtaart en zo schrijf je het ook. Verder telt Veghel ruim 3000 bedrijfsvestigingen. Het hele scala aan bedrijfssectoren vind je in Veghel. Er werken in Veghel ruim 29.000 mensen, waarvan 60% van buiten de stad komt. Tot de grote bekende bedrijven in Veghel behoren Mars van der Landen Industries. Dat is de fabrikant van bagagesystemen op ongeveer alle vliegvelden in de wereld. Het Jumbo-hoofdkantoor, het Sligo-hoofdkantoor en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Buiten het grote aantal bedrijfsvestigingen kent Veghel ook veel basis, middelbare scholen en een mbo. Veghel heeft een stuk of 12 basisscholen. Hiervan is één school een sbo-school, genaamd De Wissel. SBO staat voor speciaal basisonderwijs, dus wanneer je zoon of dochter extra hulp nodig heeft of extra begeleiding, kunnen ze hier naartoe als gewoon onderwijs niet werkt. Buiten de basisscholen heeft Veghel ook twee middelbare scholen, het Fioretti College en het Zwijze College. Het Fioretti College geeft praktijk tot MAVO-onderwijs en het Zwijze is voor HAVO tot VWO. Naast basis- en middelbare scholen kent Veghel ook het ROC De Leygraaf. En dat is een school voor mbo-studenten. Bij ROC De Leygraaf zit ook een Fontis PABO. En dat is een hbo voor studenten die de opleiding tot aan leraar basisonderwijs willen volgen. Ze zitten verder nog in Eindhoven, Tilburg, Venlo en Den Bosch. Maar laten we het ook eens even hebben over plezier en vertier. Veghel heeft genoeg horecagelegenheden. In het centrum van Veghel op de markt bevinden zich veel leuke kroegjes, lunchrooms en restaurants.
In de Molenstraat, waar vroeger allemaal winkels zaten, zijn nu ook veel restaurants te vinden, van tapas tot aan sushi. En via de Molenstraat loop je het centrum van Veghel zo in. In het centrum van Veghel zijn veel verschillende soorten winkels. Je hebt leuke kleine winkels voor kleding, parfumerie, brillenzaken, drogisterijen, prima vers winkels en nog veel meer. Er is dus in het centrum genoeg te vinden om een middagje of een avond door te brengen. We staan hier op de Veghelse Noordkade. De Noordkade is eigenlijk één groot industrieterrein. Vroeger was het de NCB, CAV, de Boerenbond. In ieder geval, er werd veevoer gemaakt. En dat voor Veghelse boeren, maar ook voor boeren in de verre omstreken. Het was een heel groot terrein. In de loop van de jaren is dat allemaal veranderd. En is het door bouwbedrijf Van de Ven herontwikkeld. En die hebben er iets moois van gemaakt, want je kan hier van alles. Bioscoop The Industry is hier te vinden. Een servicebioscoop met industriële inrichting. Er zitten kleinere winkels en foodshops. Een Jumbo XL foodmarkt waar je je eigen pizza kan laten beleggen. Op de Noordkade is tegenwoordig ook theater De Blauwe Kei gevestigd. Een veel betere huisvesting. Vroeger zaten ze in de stad, maar met alles wat hier aan cultuur hoort, hoort natuurlijk ook De Blauwe Kei erbij. En verder zitten hier dan nog de restaurants Witteren, Dis, De Proeffabriek, Bistro Plank en Silly Fox, dat bovenop een silo is gehuisvest. Bij goed weer kijk je hier naar Den Bosch. Op de Noordkade is er genoeg te doen. Er wordt hier veel georganiseerd, van carnavalsfeesten tot aan exposities. In Veghel vind je 7 verschillende supermarkten. Hieronder valt ook de Jumbo Foodmarkt. Jumbo Veghel heeft een aantal filialen en dan natuurlijk Albert Heijn, Aldi, Lidl en Jan Linders. De supermarkten zitten door de hele stad, dus overal zit er wel eentje voor jou in de buurt. En natuurlijk is er ook een grote Action in Veghel en een echte HEMA. Veghel heeft ook veel sportgeleden voor jong en oud. Voetbalclub Blauw-Geel is bekend en de hockeyclub heet Geel-Zwart. Er zijn ook veel fitnessscholen en sportscholen te vinden. Je hebt Laco, daar kan gesport en gezwommen worden. Er is Fitdans, Mariani Fight and Fitness en daar kun je bijvoorbeeld boksen. Veghel heeft een openluchtzwembad. Dat is een zwembad voor jong en oud. Met een klein badje voor de kleinere kinderen en een groot zwembad met een glijbaan voor de oudere kinderen. En voor mensen die graag een dagje willen zwemmen met vrienden of vriendinnen. Dichtbij het zwembad vind je Monkey Town. Dat is een indoor speeltuin voor kinderen. Er zijn hier mogelijkheden voor indoor klimmen, lekker van de glijbaan kunnen gaan. Kinderen kunnen zichzelf laten gaan op de trampolines en in de ballenbak. Er is genoeg eten en drinken, zelfs glutenvrij. Bij Monkey Town is er ook nog mogelijkheid om een kinderfeestje te geven. Veghel is een dorp voor jong en oud. Er zijn genoeg speel, sport en werk en ontspanningsmogelijkheden. Denk jij nou, hey, hier in Veghel wil ik dus ook wel wonen? Neem dan gerust contact met ons op. Of vul het woonwensformulier in via de link rechtsonder in het eindscherm of hieronder in de toelichting. Hopelijk hebben we jou meer informatie kunnen geven over wonen en leven in Veghel. En bij vragen kun je dus altijd bij ons terecht. Kijk voor extra informatie anders op onze socials. En ook die links staan hieronder. Of neem eens een kijkje op onze website. Vond jij dit een interessante video? Geef hem dan een like en deel hem met je vrienden. Dat zou top zijn. Abonneer je hieronder op ons YouTube-kanaal, klik op de bel en ontvang iedere donderdag bericht als er weer een nieuwe video voor je klaarstaat.